Wat wij van plan zijn, is om in Nickerie een centrum te beginnen, waarbij we de mensen de boodschap van de Bhagavad Gita, van de Bhagavad, de Upanishads, de Purans en de Veds kunnen vertellen. Het is erg belangrijk om dit naar Nickerie te brengen, omdat we vaak zien dat Nickerie in de picture komt om bijvoorbeeld zoveel zelfmoordgevallen, verschillende problemen die er zijn, depressie en andere situaties. En het is belangrijk dat wij als mensen even bij stilstaan wat we moeten doen met ons leven. Wat zijn de activiteiten dat we zouden moeten doen om gelukkig te worden? De internationale gemeenschap voor Krishna-bewustzijn is een internationale organisatie dat wereldwijd verschillende centra heeft, waarbij mensen de kunst van bhakti wordt geleerd, zoals dat in de Gita en in de Vedas wordt aangegeven, om ons leven dichter bij God te brengen en natuurlijk op die manier proberen onze bijdrage te leveren aan de maatschappij. In Paramaribo hebben we al reeds een aantal jaren een mandir en we hebben een nogal grote congregatie van mensen die naar de mandir gaan en deze instructies van de Gita volgen en toepassen in hun leven. De internationale gemeenschap voor Krishna-bewustzijn, ISKCON, of beter bekend als de Hare Krishna-gemeenschap, is ongeveer in 1968 door A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in Amerika opgezet met als doel om de mensen kennis te laten nemen van deze principes van de Vedische geschriften. Het is erg belangrijk dat wij als mens begrijpen wat we met ons leven moeten doen. We proberen van alles en nog wat te doen. We proberen verschillende verplichtingen te vervullen jegens onze gezin, familie, maatschappij, het land, noem maar op. Maar één element dat erg belangrijk is, eigenlijk het belangrijkste, is onze relatie met God aansterken. Er wordt gezegd dat voor het tijdperk waarin we nu zijn, er een hele makkelijke manier is om God bewust te worden. En daarom wil ik u ook uitnodigen. We gaan binnenkort wat activiteiten starten. We zijn bezig een centrum op te zetten in Nickerie. En dat gaat zijn aan de Theodorusweg. We hebben een gebouw van iemand gedoneerd gekregen om daar gebruik van te maken. We gaan elke zondag daar bezig zijn. We noemen het zogenaamde zondagfeest, waarbij we kirtan gaan doen, bhajan gaan doen, een lezing gaan verzorgen en allerlei spirituele activiteiten gaan hebben. Dus ik nodig de mensen van de buurt in het bijzonder en de keren in het algemeen om op de zondag daar te komen en mee te doen met de spirituele activiteiten al daar. De heilige geschriften maakt niet uit of we nou een christen zijn, een moslim zijn of een hindoe zijn. De geschriften die worden door God geopenbaard en heeft tot doel de mensheid tot het punt te brengen van volledige overgave en liefdevolle dienst voor God. En dat zien we nu eigenlijk goed misgaan in de samenleving. We zien dat generatie op generatie mensen minder geïnteresseerd raken in wat God ons geeft. Srila Prabhupada, onze stichter Acharya, die heeft een voorbeeld gegeven. Hij zegt, als we nou bijvoorbeeld een vis van het water weghalen en op het droge zetten en hem verschillende attributen geven. We geven hem een iPod, we geven hem een tv, we geven hem een earphone, we geven hem van alles en nog wat. Of een sigaartje in de mond. Die vis gaat zich niet gelukkig voelen. De enige manier dat de vis zich gelukkig voelt is om weer terug te gooien in het water. Wij als mensen worden door het materialisme zodanig in een greep gehouden dat we dag na dag verder afkomen van onze band met God. En dan zien we dat we ongelukkig worden. We zien soms mensen die heel erg rijk zijn, veel geld hebben, alle materiële comfort hebben. Mensen die soms heel erg gestudeerd zijn, een hoge status hebben in de maatschappij. Kunnen we toch zien dat ze ergens ongelukkig zijn. Ze hebben een leegte gevoel. En waarom komt dat leegte gevoel? Krishna Bhagwan geeft in de Gita daarover veel uitleg. Hij zegt, Mamai vansha jivaloka jiv bhuta sanatana. Hij zegt, alle jivas, alle mensen, alles, niet mensen alleen, maar alle zielen in deze wereld zijn deeltjes van mij, voor eeuwig. Daarin vinden we dus eigenlijk de essentie van Sanatan Dharma terug,
Dat betekent dat we eeuwig God moeten dienen.